Misidjan, ingesloten door de vier spelers van Heracles. Vloed. Snel gehandeld van de Water. En die kan zo opstomen. Kan een ploeggenoot uitkiezen. En dan is het binnenlopen perfect uitgespeeld. En binnen de minuut leidt Heracles Almelo door een doelpunt van Lucas Schoofs. Het begint allemaal met Rai Vloed die hier heel snel handelt. Als die bal zijn kant op komt. Dat is eigenlijk hier. Dan is het instappen van Polen. Niet goed, waardoor Van der Water er vandoor kan. Dan kijkt Schoofs vol sprintend uit de rug bij Kersten. Voetbal is een spel van fouten. Er gaat een aantal spelers in de fout. Dit balletje buitenkantje links is ook wel prettig hoor. Van der Water. Burgzorg 1 tegen 1 met Saai van Wermerskerken. Azawi. Ja, dit soort balletjes heeft hij in huis. Vloed. Komt de volgende kans aan. Nu net naastgeschoven door De La Torre. Overtuigend begin van Heracles Almelo. Afvallende bal wordt toch behoorlijk geraakt. Alleen niet meer de juiste richting door Saai van Wermerskerken. Burgzorg. Overtreding gemaakt op de Italiaanse linksback. En de eerste kaart van de wedstrijd is voor Misidjan. Het begint eigenlijk vanaf dit moment. Als hij hier geen vrije trap meekrijgt. Dan neemt hij hier een soort met van revanche. Ja, het slaat ook helemaal nergens op wat hij doet. Van der Water, knappe controle. Daar begint het mee. Het is nog altijd wachten op een vervolg. Dat is een riskante bal. En nu gaat Prupper de boeken in bij Nachtegaal. Soorten met van noodgreep. Na die waardeloze breedtepaas. Lost het probleem van Marco Rente op. Die bal waardeloos breed speelt. En als hij Misidjan niet vloeit, kan er een grote kans ontstaan. Voor PEC Zwolle. Dus moest hij wel. Crosspaas van Kersten komt aan bij Nakayama. Huibert. Ingeleverd. Hier loert Heracles Almelo op. Nou, dit is een nuttige interceptie. Huibert richting Misidjan. Prupper lost het probleem voor Heracles Almelo op. Azawi. Vloed. Bal valt goed voor Buitink. Is dit dan het eerste serieuze momentje voor PEC Zwolle? Ja, zeker. Lekker geraakt. Maar Blaswieg, prima doelman. Schot van Reinders. Vloed met een handig hakje. Zo verlos van twee tegenstanders. Afvallende bal voor Van der Water. Losse vlotter dit. Vloed. Dit lag er dus op de tekentafel. En dat is wel aardig uitgevoerd. En hier een hoop geschreeuw. En uiteindelijk laat Nachtegaal het gaan. Maar gaat er nu ongetwijfeld gecommuniceerd worden met Zeist. Waar Guse Bujuk zit. Het was toch duidelijk hoorbaar in ieder geval. Dat hij geraakt werd. En niet zo'n klein beetje ook. Mooi uitgevoerd. Hij mist gewoon compleet de bal. Dus geen sprake van een 100% fout. De La Torre vangt op. Vloed in één keer meegegeven aan Burgzorg. Wat goed gevoetbald dit door Heracles Almelo. Alleen Burgzorg laat na er 0-2 van te maken. Directheid in het spel bij Heracles. Gewoon voorwaarts. Niet in de breedte, maar in de diepte.
Randje buitenspel, ontsnapt Burgzorg. Net te scherp voor een schot op doel dat doeltreffend is. En ook net te scherp voor een voorzet. Oh, wat slordig. Nou, het kan alsnog. Het gebeurt toch alsnog. Je zou zeggen van wel, maar nee. Omdat Azawi het fraai wil doen. En dus ontsnapt Zetterer aan een straf voor een flater. En Azawi wil hem bijna over de lijn dribbelen. Blessuretijd, eerste helft. Vloed draait hem lekker in. En daar pakt Zetterer die bal nog goed uit de hoek. Schoofs. Prachtige bal, zegt Zetterer. Compleet uit zijn doel. Ongelooflijk. Die doelman in niemandsland. En Burgzorg voor de derde wedstrijd op rij. Ja, je kan mopperen op alles en iedereen. Maar zelf een afslag of twee te vroeg genomen. En zo Heracles, gezien het aantal kansen, verdient op een 2-0 voorsprong. En na een goal tegen Feyenoord in Heerenveen scoort Delano Burgzorg nu ook tegen PEC Zwolle. Maar wat een paas is dit van Schoofs. Schitterend. Schoofs. De man van de eerste helft aan de kant van Heracles Almelo. Strieder. Buitink. Heeft Misitjan bij zich. Daar is Misitjan. Nog altijd Misitjan. En via een speler van Heracles de spanning terug. Sporadische aanval van PEC Zwolle. Maar nu zijn ze wel direct. Zijn ze doelgericht en is het raak. En scoort Virgil Misitjan. Voor het eerst sinds 12 mei 2013 weer een keer in de Eredivisie. Burgzorg heeft heel veel ruimte. Als die bal wat meer voor hem was, had het tempo opgeschroefd kunnen worden. Nu komt hij van Wermerskerke weer tegen. Burgzorg. Dat is een riskante voorzet. Die nog aangeraakt wordt, waardoor er een hoekschop komt voor Heracles Almelo. Dat is riskant en Zetterer haalt die bal van Prupper nog knap uit de doelmond. Maakt zijn fout niet ongedaan. Poetst wel zijn blazoen een beetje op. Huiberts probeert daar heel slim die bal te laten lopen. In twee instanties krijgt hij hem alsnog bij Ferrai. En die bal raakt Ferrai compleet verkeerd. En hier is een klusjesman nodig. Of kan Jermaine Lepar het zelf? Nee hoor. De reservevlag. Van alle gemakken voorzien, het arbitrale kwartet vandaag. Dan ben ik wel benieuwd, is er nu nog een reservevlag? Burgzorg, als je hem in één keer bij Kutucu kan krijgen, zit er wat in voor Heracles Almelo. Van der Water heeft heel veel ruimte. Burgzorg, krijgt hij hem terug bij Van der Water? Jawel, uiteindelijk lost Trieder het probleem op voor PEC Zwolle. Giacomo Cagliata, hij wordt vervangen voor hem in de plaats met nummer 34. Jeff Hardeveld. Leemans en Reza komen erin. Draf, Misitjan en Thomas Buitink. Eén zwaluw maakte geen zomer. Dus gewoon weer op de bank naast John Stegeman. Kan Reza voor een tweede zwaluw zorgen. Maakt hij weer het verschil als invaller. Strieder. Ferrai.
Het is geen onaardige bal. Daar is Reza en hij doet het dus weer. Je kunt toch niet meer spreken van geluk als Reza invalt en een doelpunt maakt. Je kunt ook zeggen een gouden wisselhand. Maar als iemand zo vaak als invaller scoort, moet je hem misschien ook gewoon laten beginnen. Dat is een vraag die we in afloop zullen stellen. Ja, hij wil geen supersub zijn, gaf hij ook aan. Goeie voorzet van Ferrai. En kijk naar Reza. Positioneert zich in de rug van Pruppen. Die kijkt en is hem helemaal kwijt. En als je als invaller zo trefzeker bent, dan is dit een koud kunstje. Reza snelt alweer richting het 16 meter gebied. Daar duikt hij op. Reza, dit is net iets te lastig. En dus kan Blaswieg keren. Maar hij drukt weer zeer nadrukkelijk zijn stempel in de minuten die hem gegund zijn. Na 90 minuten tussen PEC en Heracles is het verschil nog steeds 1 punt in het voordeel van Heracles Almelo. Hij maakt het zijn status als supersub weer waar, Reza Goganadjad. Hij speelde vooral voor dus goed. Lucas Schoofs, een goal en een assist. Maar uiteindelijk houden zowel PEC als Heracles 1 puntje over aan dit toch wel boeiende treffen.